is dus vrijdag en ik heb besloten om deze dag dus mee te nemen in het weekend. Vandaag staat helemaal in het teken van thuiswerken, studeren, productief bezig zijn. Ik had een beetje de college girl vibes. Tenminste alleen nog mijn bril. Deze sweater is van Finokilo. Finokilo is een kledingsite waarbij ze tweedehands items verkopen. Online dus. Hebben ook vintage markten. Dat is echt super leuk. Alleen nu natuurlijk niet. Dus daar had ik deze oversized sweater gekocht. Ik vind hem echt heel erg leuk. En er staat op Arizona State. Ik heb deze al best wel een tijdje. Ik denk bijna 2 jaar of zo. En ik vind hem nog steeds echt super chill. Dan heb ik het gecombineerd met deze kooltrui. En hij is heel erg cute. Want hij heeft dus van die franjes. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar hij heeft dus van die franjes. Deze heb ik in een kringloop gevonden. Ik denk hier in Rotterdam. Volgens mij heb ik deze bij Opnieuw & Co gehaald. En dan heb ik dit rokje. En deze heb ik op de vintage app Depop gehaald. Als ik naar buiten zou gaan, dan zou ik het dragen met mijn Dr. Martens. Die zijn helaas niet vintage. Ik heb in mijn kledingkast 2 vintage paar schoenen. De eerste zijn deze. Deze zijn van het merk Chic Muse. En ik heb deze in een vintage stylebox gekregen. Dit ga ik nu niet aan doen naar buiten. Volgens mij was deze trui 15 of 20 euro. En dit rokje was een setje. Toen nog het bovenkantje was 10 euro samen volgens mij. En deze kooltrui was 5 euro. Dus cheap, cute outfit. Het andere paar schoenen wat ik vintage heb zijn deze. En deze heb ik ook in een stylebox ontvangen. Die vierkante voorkant en een heel klein hakje. Alleen ik vind het wel iets too much met deze outfit. Aan de studie, productieve dag. En we gaan sowieso nog eventjes naar buiten. Dus dan laat ik ook weer mijn buitenoutfit zien. Dus dit melkopschuimertje besteld. Hoe je een soort latte macchiato effect kan maken. Ik gebruik hiervoor barista oat drink. Weet je, het oog wil ook wat, hè? En dan doe je het erin. Dit is toch prachtig. Ik heb iets te veel foam, maar dat maakt niet uit. En dan doe ik er nog wat kaneel op. Tada! Ik bleef net haken. En dit is toevallig mijn enige panty nog over. Dus we gaan even een outfit change doen, want het kan echt niet. Oké, broek. Potentiële vintage broek. Dit is eigenlijk een pantalon trainingsbroekachtig. Officieel van de Monkey. En ik heb hem in een kringloop gevonden, ik weet echt niet meer waar. Deze twee zijn allebei geruit. Deze is best wel dun en deze is wat dikker. Ik heb deze allebei bij de Episode gekocht. Heb ik nog een zwarte flared. Hij is origineel van Subdued. En deze heb ik op Depop gekocht. Dan heb ik nog dit leuke leren broekje. Die is officieel van Cool Cat. En die heb ik ook in een kringloop gekocht. Dat was bij Opnieuw & Co. Wat zullen we doen om dit te fixen? Dit is de outfit geworden. Je hebt hier zo'n rit. Die vind ik niet super mooi. Dus ik vind het altijd leuk om dan een oversized sweater lekker oversized ook te dragen. Je hebt een ladder. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We fixen het. Oké, dit is de outfit met mijn Dr. Martens. Die zijn dus niet thrifted. En ik wilde deze jas erbij doen. Deze is wel tweedehands. Deze jas heb ik in Brussel gekocht. Bij een vintage winkel. Volgens mij heet het Think Twice. Of iets met Twice. Dit is echt een van mijn favoriete thrift aankopen ever. Hij heeft hier van die cute details. En ja, laten we naar buiten gaan.
als tas heb ik deze. Ook deze heb ik in een vintage stylebox gekregen. En dit is van het merk Nine West. We doen even een hele black outfit vandaag. Zaterdag en ik had heel erg veel zin om een comfy outfit vandaag aan te doen. En ik ga er sneakers onder doen. Allereerst heb ik deze pet. Deze heb ik in een vintage winkel gekocht. Dit was niet dezelfde plek als de jas van gisteren. Ik heb toentertijd een video gemaakt waarin ik dus deze items kocht. Ik zal hem hieronder even in de beschrijving linken. Toen ging ik naar 5 vintage winkels in Brussel. Echt super leuk. De sweater is origineel van H&M volgens mij. Maar ik heb hem op United Wardrobe gekocht. Wat ik dus heel erg leuk vind aan deze sweater is dat hij cropped is. Even kijken of je het kan zien. En ik vind het altijd een nice look als je zeg maar een trenchcoat hebt. En dan dat je de capuchon eruit ziet van de sweater. Het is eigenlijk heel simpel. Het is super comfy. Maar het is zeg maar effortlessly nice ofzo. Door de pet en door de jas maakt het weer wat chiquer. En ook door de gouden sieraden. En dadelijk natuurlijk ook door de tas. Als je een beetje voor een comfy, stylish look wil gaan, dan zou ik echt zoiets dan dragen. De trenchcoat heb ik in Parijs getrift. Dat was echt zo'n klein vintage winkeltje en hij was maar 10 euro. En er zitten helemaal geen mankementen of zo. Dus dat was echt heel erg nice. Deze trenchcoat is dus uit Parijs getrift. En deze broek is dus origineel van Monki, wat ik al zei gisteren. En die heb ik op United Wardrobe gekocht. Het enige wat dus niet vintage is, zijn de sieraden en ook niet de sneakers. Ik heb echt nog nooit goede sneakers gevonden in een kringloopwinkel of in een tweedehands shop of zo. Oh. We hebben even een break. Kleine een laptop break. Ja. En wat neemt Romana nou weer mee? Regen. Ja. I love laptop. So cute. Weet je, we mogen naar de clubs. Dat is dan zo'n laptop. Even een vraag of je mag filmen als je de juice inschenkt. Match met mijn koffie. Good morning. Het is vandaag zondag en het is echt super lekker weer. De zon schijnt. Het doet me zo goed dat de zon schijnt. Oh my god. Ik heb vandaag dit aan. En deze kleding items zijn allemaal tweedehands. Dus vind ik heel erg leuk. Ik hou er erg van om alleen met een trui naar buiten te gaan. Nu denk ik dat dat net te koud is. Dus ik ga het met een jack doen die daar ligt. Ik heb deze bruine trui op Depop gekocht. En ik heb hem onder mijn BH gedaan. Waardoor je dus een beetje zo'n cropped effect hebt. Deze heb ik gekocht bij Episode. Ik weet niet waar die origineel van is. Maar deze heb ik bij Episode in Den Haag gekocht. Samen met Lynette toen. Ik heb niet veel broeken die echt precies zeg maar mijn lengte zijn. Ja, deze valt gewoon echt super mooi. High waist. Helemaal de vibe. En daarbij heb ik deze twee kettingen aan van Ana Luisa. Dit is een nieuwe. Ik vind hem echt super mooi. Hij is echt. En dan heb ik deze weer in. Deze vind ik zo cute. Dus ja. Ik denk dat ik gewoon voor sneakertjes ga. Ik weet niet of het mooi namelijk gaat staan met Dr. Martens of zo. Want ja, ik weet niet. Deze broek en Docs. Ik weet het nog niet. Dus dat moet ik nog even over nadenken. Maar ik ga hem dragen met deze thrifted jas. Ik word mooi weer. Oh. Zo zie je ook echt veel beter de outfit. Ik ga deze outfit combineren met deze leren jas. Hij is origineel van
Marks en Spencer. Ik zeg altijd Mark en Spencer. Who's with me? Ik heb deze echt voor maar 7 euro volgens mij gekocht in een kringloop in België. En hij is echt nog helemaal nieuw. Gewoon, nou, ik was echt helemaal shook. Ik denk dat ik dan wel mijn Dr. Martens aangenomen, want dan komt dat zwart ook weer terug. Echt heel erg mooi. Ik ben echt een beetje verliefd op deze jas. En om weer het bruine terug te laten komen van mijn trui, pak ik deze tas erbij. Ik vind deze detail ook echt super mooi. Kijk. Oh. Een avond. Ik heb deze tas echt in een kringloop gekocht. Ergens op het platteland. Ik ga hem hieronder in de beschrijving zetten. Maar hij was dus maar 2,50. Dat was deze tas. Soms dan weet ik het ook echt niet meer. Maar deze tas was dus maar 2,50. En ik dacht echt, mensen zijn niet goed. Echt een prachtige tas. Op zich kan hij wel zo. Maar ik denk dat ik hem... Ik vind het altijd wel fijn om gewoon zo te dragen. Cute. Ik vind mijn sieraden ook echt super mooi. Ik zal Anna-Louisa hieronder ook in de beschrijving linken. Laten we daar een leuke sop van maken.